Daar gaan ze weer. Ja, we zijn weer een beetje terug naar het oude normaal. En het was zo ontzettend lekker rustig. Toen de lockdown zeg maar over was, toen rook ik als eerste de kerosine in mijn slaapkamer. De besmettingscijfers gaan omlaag en de ziekenhuizen lopen leeg. We gaan weer volop winkelen en op vakantie met het vliegtuig. Vakantiegangers zijn blij, maar voor anderen is het een terugkeer naar herrie en stankoverlast. We gaan naar Ibiza. Eindelijk. Ja. Ja, dat kan weer, hè? Ja. En dat mag weer, dus... Sinds de versoepelingen, vanaf met de advies, met het reisadvies, toen dacht ik van ja, dat ga ik nou wel doen. Lang op gewacht. We zijn nu 1,5 jaar niet weg geweest. Ja. En op het moment dat we konden, toen zijn we ook echt gegaan. Ja, want het is inmiddels al 1,5 jaar dat ik mijn familie niet gezien heb. En we gaan nu niet de boot missen, het vliegtuig missen. Omdat we dan niet meer mee kunnen. Of dat het niet meer te boeken is, of dat alles volgeboekt zit. Daar gaan ze weer, ja. We zijn weer een beetje terug naar het oude normaal. En het was zo ontzettend lekker rustig. Maart, april, mei, vorig jaar. Het was zo geweldig. De lucht. Ik heb nog nooit zulke frisse lucht in mijn neus gehad. Het was gewoon hemels. Onbeschrijfelijk fantastisch. Toen de lockdown zeg maar over was, toen rook ik als eerste dat ze weer aan het vliegen waren. Ik hoorde ze nog niet, maar ik rook de kerosine in mijn slaapkamer. En dat was gewoon een heel verdrietig moment eigenlijk, dat het weer opstartte. We zijn op weg weer naar het oude normaal. Wat in feite niet normaal is, want het geeft gewoon heel veel overlast. Qua geluid, qua CO2, qua fijnstof. Mensen mogen van mij ook vliegen, maar het is nu gewoon te extreem. In verband met de CO2-uitstoot en dergelijke van vliegtuigen, die zijn een van de grootste vervuilers. Hè? Dus ik zal wel echt mijn stedentrips, Barcelona, dingetjes die gewoon met de auto of met de trein kunnen, zal ik anders aan gaan pakken. Ja, omdat ik ook heb ontdekt hoe leuk het kan zijn, juist. Ik heb een app die kan precies meten hoeveel lawaai zo'n vliegtuig produceert. Ik heb hier bijvoorbeeld uit Japan komt er een, die heeft 76 decibel hier geproduceerd. En dat is een behoorlijk snelweggeluid. Dan heb ik er hier een uit Engeland. En die doet 90 decibel hierboven. En dat is ongeveer een bulldozer op 10 meter afstand. Over dit gebied gaan met twee banen 220.000 vluchten per jaar. En daarmee is deze regio de meest bevlogen regio in Nederland. De indicatie is niet dat dat verandert, want er is een luchtvaartnota. Het is een luchtruimherziening waar alleen maar uitgegaan wordt voor groei. Onder het mom van we gaan innoveren. Het wordt schoner, het wordt stiller. Maar er bestaan geen schone en stille vliegtuigen. Het worden alleen maar meer vliegtuigen. Nou ja, nee, we hebben nu nog geen behoefte om minder op vakantie te gaan. Dus wie weet komt dat nog. Oké, dag. Kitty Koelemeijer is hier, hoogleraar marketing van de Universiteit Nijenrode. En Chantal van der Leest, gedragspsycholoog. Nou, laten we maar beginnen met het gedrag van die laatste meneer. Die zegt, ja, misschien ooit eens een keer minder vliegen, maar voorlopig niet. En dan gaat hij, hè? Ja. Richting de luchthaven. Het lijkt alsof we toch teruggaan naar het oude normaal. Denkt u dat ook? Ik denk dat het niet per se zo hoeft te zijn, maar in eerste instantie even wel. Want we hebben afgelopen tijd onszelf heel erg veel moeten ontzien. Er is ons heel veel ontzegd en dat willen we gewoon graag weer even claimen en inhalen. Maar hebben we daar recht op, vinden we dat dan? Dat het nu gewoon weer mag, het moet? Ja, ik denk dat mensen wel het gevoel hebben van ik heb nu zoveel verlies geleden. Ik mag nu weer iets. En die mevrouw geeft ook heel mooi aan van, ze zegt ook van ja, het wordt me nu niet nog een keer afgenomen. Ja. Nu ga ik echt. Ik heb lang genoeg gewacht, hè? Dat zegt ze eigenlijk. En dan lijkt het alsof het milieu dan van
ondergeschikt belang is? Moet ik dat zo zeggen? Ja, kijk, als je het van een afstand bekijkt, van een afstand in de tijd of in sociaal opzicht, dan is het heel makkelijk om je heel verantwoordelijk op te stellen. Hè, te zeggen, dit moet eigenlijk anders en dit doe ik niet meer. Hè, en ik ga niet meer zoveel vliegen. Maar ja, dan heb je zo lang je behoeftes moeten uitstellen. En dan komt het moment waarop het ineens wel kan. En dan zie je dat mensen toch kiezen voor hun eigen plezier en gemak en geld en, ja, en dat soort zaken. Maar hoe komt dat dan? Want we hebben toch heel veel debatten ook gevoerd over dat het allemaal anders moest en dat we ervan moesten leren. En je hebt ook nog een stikstofcrisis en een klimaatdiscussie en dan de corona. Dat is toch een mooi moment om het anders te gaan doen? Dat klopt, dat is het ook. En dat menen mensen ook als ze dat zeggen. Maar op het moment dat ze voor die mogelijkheid staan om met vakantie te gaan, dan kiezen ze toch voor op basis van andere criteria. Je kunt een beetje vergelijken met dierenwelzijn, de rol van milieu en dierenwelzijn bij aankopen van voedingsmiddelen. Zodra mensen in de supermarkt staan en er is een echte aanbieding, dan gaan ze toch weer daarvoor. Ja, dan gaat het toch om het geld? Ja, om het korte termijn behoeftebevrediging. Ja. Die speelt dan de hoofdrol. En hoe krijg je mensen dan toch zover? Want waarschijnlijk willen heel veel mensen dat toch wel. Dat we inderdaad wat minder gaan vliegen. Want dat is goed voor onze kinderen, kleinkinderen en voor onszelf. Hoe krijg je ze dan zover? U bent gedragspsycholoog. Ja, nou ja, het zou sowieso helpen als de omgeving zo ingericht is dat je op een andere manier makkelijker ook op reis kan. Dus op dit moment biedt vliegen ook wel heel veel voordelen. Je bent heel erg snel ergens voor heel weinig geld. Vaak goedkoper dan met de trein. Ja. Mevrouw zegt het wel, van ja, naar Barcelona, dan kies ik misschien straks wel met de trein. Maar ze heeft nog niet gekeken naar hoeveel dat kost. Nee. En ook hoe ingewikkeld dat misschien gaat zijn, terwijl ze nu gewend is aan het vliegtuig. En dan ga je toch snel weer in je oude patroon, ga je toch weer een vliegticket boeken. Ja, hoe krijgen we mensen zover dat we het anders doen? Nou ja, er zijn twee heel belangrijke factoren. De ene is sociale druk. Hè, dat heeft bij roken ook heel goed geholpen. En belastingheffing. Als iets echt duurder wordt, dan zie je dat mensen hun gedrag veranderen. Dus dat zijn eigenlijk de twee belangrijke factoren op redelijk korte termijn. En op een gegeven moment raak je dan gewend aan dat nieuwe, meer verantwoordelijke gedrag. En dan wordt dat het nieuwe normaal. Ja, en heeft de overheid daar dan ook een rol bij? Ja, de overheid heeft daar natuurlijk een rol bij. Want de belastingheffing op treintickets is toch anders dan die op vliegtickets. En die heeft daar invloed op. Ja, want nu is alles gewoon veel te goedkoop, hè? Ik bedoel, we zien allerlei. Van de week liep ik door de stad en toen zag ik alweer Abris met allerlei aanbiedingen voor spotgoedkope reizen. Dat je denkt, daar gaan heel veel mensen gewoon naartoe. Het is goedkoop, het is makkelijk, sociaal is het aanvaard. Het wordt inderdaad ook als een beloning gezien. En dan gaan mensen. Ja. Behalve de overheid, kun je ook nog iets verwachten van de bedrijven die reizen aanbieden? Hebben die ook nog een verantwoordelijkheid, vindt u? Ja, die hebben een verantwoordelijkheid en die wordt ook steeds meer gevoeld. De onderneming, hè, maatschappelijke verantwoordelijkheid, is een heel belangrijk thema. Maar we komen nu uit de coronacrisis. Bedrijven hebben het enorm moeilijk gehad. Dus die zullen ook sneller vinden dat ze nu echt wel even op de omzet mogen inzetten.